dit is alles wat ik wil. Dit is, dit heeft alles. Dat laat je foto's zien, zeggen ze, ja, dat is Pippi Langkous huis. Dat is, ja, ik vind het fantastisch hier. Toen we erover na gingen denken om dit huis te kopen. En toen stond ik hier en toen dacht ik, nou jongens, dit vind ik zo mooi. Claudia in de kapsalon, die zat te knippen. Ja, sneeuw. Als je dit vergelijkt wat je hier hebt aan woonkwaliteit met hoe je in het westen kunt wonen. Nou ja, misschien twee onder een kapper in zo'n mooie wijk waar 102 onder een kapper staan. Alles draait om evenwicht en dat evenwicht wordt bepaald door drie omgevingen. Je zakelijke omgeving, je sociale omgeving en je privéomgeving. Ja, ik denk dat het zich wel thuis voelt. Nou, ik denk dat het gaat om dat mensen vooral bewust zijn van hun eigen gedrag en de consequenties van hun gedrag. Dat vind ik het leuke, als ik nou mensen beter kan maken. Nee, dan je moet gewoon tegen ze zeggen dat wij zeggen, nou, hoor, de mensen zeggen niet altijd wat ze denken. En dat is een understatement. Ja, ik vind dat zelf overtuiging. Het geloof dat je iets hebt toe te voegen aan je omgeving. Ik weet niet waar laat je je nou door remmen, denk ik. Hè? Je hebt dezelfde brains en je hebt een nog mooiere gelegenheid om dat tentoon te spreiden. Alles is er. Als het bochtje om zo, hè? Dan kom je zo het bochtje om, maar dan sta ik hier en denk, nou jongens, hallo. Dit is voor mij het klooster, de kerk. Ja, dit is volgens mij het beeld van hoe het vroeger in Holland was, hè? In mooie Nederland. En dat, vroeger, ja. Want dit ken ik niet meer, dit soort plekjes. Ik voel me, ja, beslist. Ik voel me thuis. Ja, 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 ja. Zullen we even binnen? Heb je het koud?